De eerste telefoon die ik kreeg, toen was ik volgens mij 9 of 10 ongeveer. Ik kreeg wel een paar regels, dat ik bijvoorbeeld niet bepaalde apps mocht downloaden en dat ik eerst toestemming moest vragen aan mijn ouders om apps down te downloaden. Ja, ik heb ook 2 oudere zussen van 20 en 22. En die hebben natuurlijk dan eerder een mobiele telefoon gehad dan ik. Ja, ze vertellen me wel wat handige dingen, vind ik zelf bijvoorbeeld. Soms dan word je wel eens door iemand gevolgd of zo. Of dan lijkt iemand een foto van je die je eigenlijk helemaal niet kent. En dan vraag ik dat van, ja, is dat handig? En dan zeggen ze wel meestal van, nee, dan kan je beter blokkeren, weet je wel. Over het algemeen is mijn online leven gewoon best prima, best veilig. Ik heb beperkt contact met alleen mensen die ik ken. Ik zou wel uitkijken met social media, omdat er best wel rare dingen mee kunt gebeuren als jij een keer een foto naar iemand stuurt. Het kan zonder dat je door best snel verspreid worden en doorgelekt. En dan, dan kan je wel echt heel erg gevolgen hebben daaraan. Nee, ik zou het zelf ook echt niet verspreiden. Want dan kan je ook mee de problemen komen omdat het verspreiden van privé dingen kan ook strafbaar zijn. Pas wel op, want alles wat je nu plaatst kan je je hele leven achtervolgen. Alles wat je nu plaatst op Instagram kunnen mensen die bijvoorbeeld nieuwe mensen die je gaat leren kennen, kunnen dat opzoeken en ook zien. Dus denk wel goed na over wat je post. Binnen onze vriendengroep is het wel echt een afspraak van, maak geen foto's van mij of maak foto's van mij, maar hou stukjes zelf. Het internet is zo groot en er zijn zoveel verschillende wegen om iemand te exposen aan de wereld. Nou ja, we hadden op school, in de tweede hadden we les over dus dat je dat soort dingen niet moest lekken. Dus we hebben het zeg maar in vriendengroep bijvoorbeeld hebben we het er niet echt over. Maar iedereen weet wel zelf van je moet dat soort filmpjes niet doorsturen. Er zijn natuurlijk afspraken van dit moet je niet doen, dan krijg je problemen en zo. Maar de meesten die dat doen, die trekken daar zich niks om aan. Want je kan het gewoon in het geheim doen, niemand komt erachter. Je kan ook niet natrekken wie heeft dit gedaan, wie heeft dit gemaakt. Ja, ik denk dat online en social media gewoon ook een goede kant heeft. En elkaar ook een soort van kan helpen in plaats van altijd negatief te zijn. Ik zou zelf als hun mijn eigen kind aanraden om een privéaccount te nemen. Want dat houdt echt wel heel veel dingen buitenaf. En gewoon, als ik met mijn kind zelf ben, dat ik zeg van oké, telefoon gaat nu weg. En als je naar bed gaat, blijf je telefoon bijvoorbeeld beneden of niet de hele avond bij je. Dat zou ik zelf doen.